Mijn naam is Sjukran en ik ben SURS-medewerker. Ik ben Marjolein, 26 jaar en ik ben Bali-medewerkster. Ik ben Giel, ik ben medewerker wijksecretariaat. Ik ben Femke en ik ben rechercheassistent bij de politie. Ik ben Arjan, ik doe de heren justitieel in beslag genomen goederen. Mijn naam is Esther en ik ben beleidsmedewerker bij de politie. Mijn functie van Bali-medewerkster houdt in dat ik als eerste aanspreekpunt ben van de burger. Dus wij staan de mensen te woord en we kijken zelf of we verder gaan met die mensen of dat we ze doorverwijzen. Wij zijn een beetje de backup van de agent op straat. Als medewerker wijksecretariaat is eigenlijk het belangrijkste dat jij zoveel mogelijk kleine taken van de wijkagent, dus het administratieve werk, beantwoorden van telefoontjes van burgers in de wijk, dat je die van de wijkagent afneemt, waardoor die dus meer de wijk zelf in kan. Ja, als rechercheassistent ondersteunen wij de rechercheurs. Ja, dat is heel breed. Het is administratief. Je gaat mee met bijvoorbeeld een huiszoeking, ondersteun je. Het uitlezen van gsm's, opvraag van printgegevens, het bijwonen van een verhoor. Op het moment dat zij bijvoorbeeld op straat zijn of ze gaan naar een melding, dan kan het zijn dat ze ons bellen omdat wij misschien wat gegevens moeten opzoeken in het systeem. Ze willen bijvoorbeeld weten wie er op een bepaald adres wonen, of daar een verdachte verblijft of wat zich heeft voorgedaan op dat adres. Dat soort dingen kunnen wij opzoeken. Mijn functie houdt in dat alles wat in beslag genomen wordt door de dieners op straat, dat aan mij overgedragen moet worden. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar alles wat gestolen wordt, brommerscooters, auto's, motors, sieraden, wapens, dat krijg ik allemaal in mijn beheer. Dus ik neem het goed onder mij en dan ben ik verantwoordelijk voor het goed. Als beleidsmedewerker ondersteun je het MT door de juiste gegevens aan te leveren. Met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wat speelt er in het gebied, in de wijken? Wat gebeurt er allemaal? Zodat het MT de agenten op straat daarin goed kan sturen. En een voorbeeld daarvan is dat ik bijvoorbeeld onlangs een informatiebijeenkomst voor de winkeliers heb georganiseerd met betrekking tot veelplegers. Nou, ik vind het zo leuk om bij de politie te werken, omdat het gewoon elke dag verschillend is. Het is gewoon de samenleving waar je in zit, dat je gewoon dagelijks meemaakt, maar dan, het is je werk. Spanning, hulpverlening, daadkracht. Ik vind het een ontzettend leuke organisatie en het is heel afwisselend. En je kan er heel veel in kwijt. Ik vind het leuk sowieso om burgers en mensen te helpen. Mensen blij maken als ze weer iets terugkrijgen, wat ze verwacht hadden niet terug te krijgen. Ik vind het interessant om te zien wat er in de maatschappij gebeurt. En daarop te kunnen anticiperen. En dat ik als individu dus ook een rol speel in de veiligheid in Nederland. Ja, ik vind eigenlijk alles wel heel leuk aan de politie.